Cambuur is justerjoen in Rotterdam kampioen worden in de Jupiler League. En speelt dus takom hier in de Eredivisie. Op vrijdag 3 mei 2013 wordt SC Cambuur op een gedenkwaardige avond kampioen van de Jupiler League. Via een zinderende ontknoping weet Cambuur op de allerlaatste speeldag de titel te behalen. Omdat Volendam verliest in Deventer van Go Ahead Eagles en Cambuur in Rotterdam wint van Excelsior, gaat de schaal mee naar Leeuwarden. Cambuur heeft wel geteld 49 minuten en 35 seconden bovenaan gestaan in de Jupiler League, voldoende om te promoveren naar de Eredivisie. En dus gaat trainer Henk de Jong, die eind maart de taken overnam van de ontslagen Alfons Arts, op de schouders. Als je die schaal zo weer bij je hebt, doet dat nog steeds wat met je? Ja, dat vind ik nog steeds mooi. Ik vind hem ook mooi dat andere mensen hem in de hand houden. En ook als we open dag hebben en dat mensen dan met die schaal op de foto willen of zoiets. Ja, daar ben ik wel echt heel trots op dat dit gebeurd is met Cambuur. Ja. En dat doet me heel veel. Als ik hem zo vasthoud ook, ja, dan denk ik ook goed vasthouden. Hè? Het is toch iets wat wij met z'n allen hier gedaan hebben. En daar was ik ook een onderdeeltje van. En, ja, daar ben ik er wel heel blij mee. Juri Rozen is aanvoerder van Cambuur in het seizoen 2012-2013. Met hem gaan we terug naar stadion Woudestein in Rotterdam. Het stadion waar Cambuur het seizoen 2012-2013 op een bijzondere wijze afsloot. Ja, het is natuurlijk een heel apart seizoen geweest. Met de ploegen die uit de competitie gehaald werden en onze eindspurt. En dat je uiteindelijk volgens mij een kwartier bovenaan hebt gestaan en kampioen wordt. Dus het is, ja, ik denk dat het niet heel vaak eerder gebeurd is op die manier. Cambuur start de voorbereiding op 23 juni 2012. De selectie is behoorlijk veranderd in vergelijking met het seizoen eerder. 10 spelers zijn vertrokken, 6 nieuwe spelers zijn ervoor in de plaats gekomen. Trainer Alfons Arts laat weten dat er nog zeker 3 spelers bij moeten komen. Er zullen geen 3 jongens zijn van 35 jaar. Dat zou er best eentje bij kunnen zitten die net over de 30 is. Maar er kunnen ook jongens zijn die qua leeftijd 4-25 zijn. Maar wel een brok aan ervaring in eerste of eredivisie hebben. Dus daar zijn de gesprekken op dit moment mee. Een week na de eerste training wordt de 33-jarige Juri Rozen toegevoegd aan de selectie van Cambuur. Hij komt over van de Graafschap. Ik twijfelde toen na mijn periode bij de Graafschap of ik door wilde gaan met dat voetbal. En Cambuur komt er in mijn vakantie, eigenlijk met een goed verhaal, een jonge ploeg, talentvol. We wilden een oude rot erbij eigenlijk, spreken, om de boel een beetje op sleeptouw te nemen. En, ja, gesproken met de trainers en ik zag er wel wat in. Dus toen ben ik erin gestapt en geen moment spijt van gehad. Ja. Wat was het verhaal van de trainers dan? Ja, dat ze een goede ploeg hadden met veel voetbal, alleen dat ze wat ervaring misten. En iemand die de boel een beetje... een beetje aan de gang kreeg, een beetje erop klapte. En daar vonden ze mij het juiste type voor. Dus ik kon me daar wel in vinden. Volgens algemeen directeur Gerard van der Belt is de komst van Rozen ook hard nodig. We moesten uitwedstrijden gaan winnen. Want om hoog te eindigen moet je uitwedstrijden gaan winnen. En daar hadden we heel veel moeite mee. Ja. En we hadden het gevoel dat het ook een beetje lag aan gevoel, aan uitstraling in uitwedstrijden. Durven een wedstrijd in te gaan om te winnen, zeg maar. En wij hadden het gevoel dat we Juri daarbij nodig hadden. Ja, ook met zijn ervaring natuurlijk. Met zijn ervaring, maar ook met zijn uitstraling, met zijn wil om te winnen. Ja. Daar was Juri voor ons gevoel een hele belangrijke troef in. Het is maandag 29 september 2014. Terwijl Henk de Jong in gesprek is met de vaste volgers van Cambuur, zijn 2 hoofdrolspelers uit het seizoen 2012-2013 begonnen aan hun uitlooptraining.
Bijna anderhalf jaar na het kampioenschap kijken Martijn Bartho en Leonard Nienhuis nog steeds met een zeer goed gevoel terug op het bijzondere moment uit 2013. Als ik me niet vergis, dan was dat eigenlijk al 12 jaar lang van ja, we moeten kampioen worden en dit jaar gaat het lukken. En, nou, en als je dat 12 jaar lang schreeuwt, dan denk je wel van nou, is er nou iets van realiteit bij of is dit een beetje wishful thinking? Dus ja, als het dan op een gegeven moment na 12 jaar wel lukt en jij bent er onderdeel van en je hebt daar je steentje aan bijgedragen, ja, dan is dat zoiets moois, zoiets groots. Thuis zie je nog soms oude filmpjes op je telefoon of op je laptop, dat ik het soms nog eens even terugkijk en het blijft toch een mooie herinnering. En dan merk je weer ja, hoe groot deze club is in het noorden van het land en hoe groot hij nu aan het worden is in de rest van het land, maar op dat moment vooral hier in het noorden. Ja, dat is waanzinnig. In 2009 en 2012 miste Cambuur op een haar na promotie via de play-offs. Die play-offs wil de club in het seizoen 2012-2013 opnieuw bereiken. Nieuwe groep, jonge talentvolle spelers weer gehaald. Goede voorbereiding gedraaid. Na die voorbereiding met de spelersgroep apart gaan zitten. Wat de doelstellingen waren voor dat seizoen. Als club zijnde hadden we een nieuwe doelstelling, top 5. Dat betekent de eerste ronde 5 play-offs. En als er meer in zat, dan onderweg je doelstelling bijstellen. De doelstelling en de spelersgroep was gewoon heel duidelijk na die voorbereiding. En er was maar één ding en dat is gegaan voor promotie. De voorbereiding was goed. Heel goed voetbal gespeeld. Toen had ik al meteen eigenlijk een goed gevoel van, nou, we kunnen wel wat neerzetten hier. Ik heb ooit eens een keer aan het begin van het seizoen dat directeur Gerard van der Belt bij me kwam. Of ik bij hem en dat hij zei van wat verwacht je van dit seizoen. En toen heb ik wel iets laten ontvallen van als het een beetje goed gaat dan zouden ze mee kunnen draaien om het kampioenschap. We waren een goed team en toch wel veel nieuwe jongens, dus het was wel even wennen. Seizoen 2012-2013 van de Jupiler League begint voor Volendam en Cambuur aan de dijk inderdaad in Volendam. En dat seizoen is voor beide ploegen een seconde of 20-25 onderweg als de eerste kans in de maak is. En de eerste kans van deze wedstrijd is een goal. Het is Michiel Hemme die hem maakt. In het begin koos de trainer voor Michiel, voor een ander type spits. Koos ook voor iets ander voetbal. En hij vond op dat moment dat Michiel daar beter in past dan dat ik dat deed. Dus ja, was een kleine tegenvaller. Maar ja, kon ik op dat moment niet heel veel meer aan doen. Bij Cambuur krijgt Dennis Telgenkamp in het doel de voorkeur boven Leonard Nienhuis. Telgenkamp gaat in de fout bij de 1-1 van Michiel Kramer, maar behoudt onder trainer Alfons Arts gewoon zijn plek. Ik denk dat Dennis misschien op dat moment helemaal compleet was, zeg maar, in alles wat hij deed. En ja, misschien moest ik ook nog wat meer leren. En ja, Dennis was voetballend ook wat rustiger dan ik op dat moment. En ja, daar hebben ze eigenlijk daar is toen de keuze op gevallen. Cambuur dat aandringt en aandringt en op zoek gaat naar de bevrijdende goal. En die komt er. Het is invaller Marco van der Heijden. 5 minuten voor tijd kopt hij Cambuur dan toch nog naar de overwinning. Zij balen, want Volendam begint met 0 punten en hij heeft er 3. Alfons Arts van Cambuur. Cambuur begint redelijk aan het seizoen en heeft na 5 wedstrijden 10 punten als titelkandidaat Sparta Rotterdam op bezoek komt in Leeuwarden. Cambuur komt in de eerste helft op een 2-0 achterstand. Schokker. El Macrini gaat de diepte in. Dit is goed van der Heijden. Dit is Hemme. Dit moet een goal zijn en het is de aansluitingstreffer. Bakker. Bakens. Een mooi mikpunt. Maar zo kan het ook bij de eerste paal. Hemme met zijn tweede in deze wedstrijd. Schokker. Bellat zit daar een klein beetje mis. En het is 3-2 voor Cambuur Leeuwarden. Ongelooflijk hoe een wedstrijd kan omslaan. Voor rust eigenlijk ieder duel. Voor een van de Spartanen na rust zijn die rollen helemaal omgedraaid. Alleen in de competitie lieten we toch ja, tegen de kleintjes te vaak dingen liggen. Vooral in uitwedstrijden. Cambuur verliest eind oktober, begin november zelfs 3 keer op rij. Waaronder de uitwedstrijd tegen Helmond Sport. Dit is Bartho namens Cambuur, de vervanger van de clubtopscorer Hemmen daar. En Bartho zorgt voor de 0-1 al vroeg in de wedstrijd. Helmond wordt nu beter. Goede fase van de thuisploeg.
En de goal die wat knullig tot stand komt, maar hij telt uiteraard wel. Doelpunt van Giustiniana. Er gebeurt voldoende op de Braak. Dat tegenwoordig als het Lavans Stadion door het leven gaat. Hier is een schot uit de draai en die valt er prachtig binnen. Charles Kaslauskas. 2-1. Zoals gezegd, sterke fase van Helmond. Want hier is de volgende kans in de maak. En ook de volgende goal. 3-1. Wat een fase van Helmond Sport. 3 goals in 10 minuten. En afstand genomen van Cambuur. We hebben wel goede periodes gehad, maar ook mindere periodes. En ja, de thuiswedstrijden waren altijd wel aardig. En met het publiek erachter. Alleen ook de uitwedstrijden die waren toen ook nog steeds lastig. Ja, omdat alle ploegen een beetje punten lieten liggen, bleef het nog wel een beetje dicht bij elkaar. Cambuur sluit de eerste seizoenshelft af met een 2-2 gelijkspel tegen FC Volendam. Tigadouini, oh, mooie actie. En voor de goal is het Hemmen. En ook die laat zien in deze wedstrijd waarom hij er al zoveel heeft gemaakt dit seizoen. Goed voorbereidend werk en dan hoeft Hemmen om alleen nog maar binnen te lopen. Na 18 wedstrijden staat Cambuur op de 5e plaats met 31 punten. 7 punten achter koploper MVV. Inmiddels is bekend dat Alfons Arts aan het einde van het seizoen Cambuur gaat verlaten. Hij zal worden opgevolgd door Dwight Lodewegers. Dames en heren, van de pers en de anderen, welkom hier op een moeilijke dag voor het betaalde voetbal in Apeldoorn. Gitzwarte dag. Begin januari 2013 gaat AGOVV failliet. De uitslagen van AGOVV vervallen en dan ziet de stand er zo uit. Het verschil met koploper MVV is 5 punten. Door afgelastingen komt Cambuur na de winterstop pas op 3 februari 2013 voor het eerst in actie. Het gaat op bezoek bij concurrent Sparta. Cambuur heeft het betere van het spel in de eerste helft. Dit is Bakker. Met een grote kans na het balverlies, stomme balverlies op het middenveld van Stef Peters. Een goede mogelijkheid voor de ploeg van Alfons Arts. In blessuretijd dan. Balverlies bij Cambuur en nog één aanval van Sparta. Nieuwendaal met de voorzet. Die bal stuit het dan door en dan is daar Luiring in de slotseconde met de 1-0 voor Sparta. Het is de 92e minuut. Geen kans gezien in die hele tweede helft. En Sparta gaat er alsnog met de winst vandoor. 3 punten en dus de koppositie nu voor de ploeg van Michel Vonk. 1 puntje meer dan MVV. Het heeft wel 2 duels meer gespeeld. Na overwinningen op MVV in Eindhoven volgt er op 3 maart een zeper tegen SC Veendam. Cambuur verliest thuis met 3-1, ondanks een 1-0 voorsprong in de eerste helft. Zomaar 1-0, Martijn Bartow. Let u goed op, helemaal Frank en Vrijda. Bartow maakt daar gebruik van. Overtoom, 1-3. Als het dan nog niet zeker was, dan is het nu zeker. Tom Overtoom met zijn vrije trap schiet binnen. Hij blij, Gert Heerkens. De prestaties blijven wisselvallig, maar desondanks draait Cambuur bovenin mee. En dus blijft Arts vol vertrouwen. Iedereen heeft gezien waar het aan ontbrak. En, we hebben met elkaar een off-day gehad en hebben niet gebracht wat we moeten brengen. We hebben niet gebracht wat bij Cambuur hoort. En dat mag ons geen tweede keer meer gebeuren. Een hele vervelende periode hadden wij als Cambuur zijnde na de winterstop gehad. De competitie begint 18 januari. Wij spelen pas 2 weken later, omdat de eerste wedstrijden van ons af worden gelast. Dan spelen we Sparta uit. Dan hebben we weer 2 weken niks, terwijl de rest weer wel allemaal speelt. Dan hebben we MVV uit. En dan in een tijdsbestek van 6 dagen moeten we ineens 3 wedstrijden spelen. Dan weer 2 weken niks. Dus we hebben een hele vervelende periode gehad. En we hadden wel een schaduwprogramma, maar alleen met trainingen. En ik denk dat wij de fout hebben gemaakt om geen wedstrijden als schaduwwedstrijd in te plannen. Dat die jongens, die moesten in een ritme komen. Ze speelden 2 weken niet. Dan binnen 6 dagen moesten ze ineens 3 keer op de mat verschijnen. Onder zware omstandigheden, sneeuw, vorst en dat soort dingen allemaal. De trainingsfaciliteiten waren gewoon dramatisch. We trainden iedere dag in het stadion op een keihard veld. Het kunstgrasveld mochten we niet op omdat het gewoon te koud was. Of een laagje sneeuw en ijs op lag. Dus ja, het was allemaal behelpen. En, maar ja, de fout die ik dus nooit meer zal maken is een schaduwprogramma zonder wedstrijden te maken. We hadden gewoon op vrijdag of op zaterdag en desnoods dan maar tegen een amateurclub, hadden we gewoon moeten spelen om te zorgen dat die groep toch in een ritme kwam. Op 18 maart gaat Cambuur op bezoek bij Fortuna Sittard.
Diemers ingevallen met de vrije trappen. En daar is Hemme van dichtbij in het zijnet. Een Kooi ingevallen. Cevik. Cevik. Met het schot. En daar blijft die bal hangen voor de voeten van Voren. En die scoort de 1-0 voor Fortuna Sittard. Het is geen buitenspel voor Voren. Neemt die bal aan en passeert Telgenkamp, die kansloos is. Diemers kapt zijn tegenstander uit, de voorzet. En dan is daar Rozen en die bal gaat net naast. En zo blijft het 1-0 voor Fortuna. Duur puntverlies voor Cambuur in de strijd om de titel. En dat was voor ons gevoel toch weer een herhaling van zetten. Van toch weer eigenlijk de bovenliggende partij zijn. Niet minder zijn dan die tegenstander, meer balbezit hebben. En toch weer met 1-0 de Kleiberg opgaan. En dat was voor ons eigenlijk het gevoel van, het is niet rampzalig, want je kan een keer bij Fortuna uitverliezen. Maar het was een patroon en we hadden niet het idee dat dat met al die uitwedstrijden in het verschiet, dat dat nog zou veranderen. Mm-hmm. He, dus ja. Dus als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg, dat principe. En we hadden het gevoel dat er meer in zat, dat er een kentering nodig was. Op vrijdag 22 maart neemt de directie en raad van commissarissen een voor velen verrassend besluit door Alfons Arts per direct te ontslaan. Het is bijna Jantje lacht en Jantje helpt en daar kunnen we de hand niet op leggen. En wij denken dat, maar dat is ook nog geen zekerheid, dat we dat langzamerhand eruit in de komende periode er nog uit kan. En wanneer hij hem dan met de lieve commissarissen en met de leading van Cambuur definitief deze knoop doorhakt? We hebben vanmorgen met Alfons gezeten en toen was de knoop doorgehakt, maar dat hebben we deze week hebben dat gedaan. Onverwachts toch de vrijdag een gesprek gehad met Ipe Smit en Gerard van der Bult. Dat ze mij vrijstelden van werkzaamheden, zo noemden ze het nog netjes. Ja, dan hoe beleef je dat? Dan ga je naar huis en je zit vol vragen. Dat naar mij toe nooit een duidelijke reden is gegeven waarom die beslissing op dat moment. Omdat we er nog zo dichtbij zaten en alles in eigen hand hadden, 2 inhaalwedstrijden te gaan. Ja, dan is het frustrerend voor jezelf. Het was een verrassing. Ik was er toen enkele weken door omstandigheden was ik er niet bij. Toen heb ik een collega nog eens gevraagd, speelt er misschien iets bij Cambuur? Hij zegt, nee, speelt helemaal niks bij Cambuur. En toen ik dat zo hoorde, kwam dat wel als een verrassing. Ook al omdat hier steeds gezegd wordt, wij vinden wel dat een hoofdtrainer door de voordeur naar buiten moet kunnen. Toen hebben we hiertoe besloten om toch met nog 8 wedstrijden te gaan. Om afscheid van Alfons te nemen en om Henk de Jong voor die groep te laten staan. Die heel veel enthousiasme kan brengen. Mm-hmm. In de hoop dat we met name in die moeilijke uitwedstrijdenreeks, dat we daarin het verschil konden gaan maken. Ja, op dat moment, ik geloof er niet echt in. Maar ja, uiteindelijk is het op een of andere manier toch toch goed gekomen wat dat betreft. Want daarna hebben we gewoon heel veel wedstrijden gewonnen. Dus of je kan zeggen dat het daaraan ligt, weet ik niet. Maar het is wel gegaan zoals het gegaan is. Als je naar de winterstop kijkt, de eerste wedstrijd na de winterstop, Sparta uit, spelen we eigenlijk fantastisch. Die spelen we 90 minuten lang spelen we die van de mat. We vergeten 1 ding te doen en er zelf een goal te maken. En in de 91ste minuut valt er een bal verkeerd vanuit de vrije trap en we verliezen die pot. En dat is bij Fortuna uit eigenlijk precies hetzelfde. Die wedstrijd behoor je gewoon naar je toe te trekken en die behoor je te winnen. En onoplettendheid en we verliezen die wedstrijd met 1-0. En ja, als je dan zegt van dat de reden is dat daar meer winst te behalen valt, dan denk ik, vind ik dat wel heel, heel ver en laag gezocht om daar een trainer op non-actief te zetten. En dat is ook naar mij toe, is dat we hebben eigenlijk geen goede redenen. Dat werd inderdaad, de uitwedstrijden werden genoemd. Ja, maar hardwerkende trainer, loyale trainer, altijd klaar voor Jan en Alleman, heeft prima resultaat geleverd. En ja, wij vinden dat we iets moeten doen. En als we aan het einde van het seizoen blijkt dat we dat hadden moeten doen, maar niet hadden gedaan, ja, dan slaan we onszelf voor de kop. Dat is de uitleg waar ik het mee moest doen. En ja, dat was voor mij wel heel lastig om te accepteren. Ja, ben je ook heel erg kwaad geweest? Ik ben heel erg kwaad geweest, ja. Ja. En langzamerhand, die kwaadheid, die leer je te relativeren.
En je gaat uiteindelijk ook naar jezelf op zoek. Hè? Van, wat had ik anders kunnen doen? Zijn er aanwijsbare fouten die ik heb gemaakt? Die wij als staf hebben gemaakt, die wij misschien anders hadden kunnen en moeten doen? Nou ja, daar ben ik ook wel tot een aantal conclusies gekomen. En ik ben in ieder geval ook blij dat ik een half jaar daarna nog een open gesprek met Gerald heb gehad. Zodat hij zijn zegje heeft kunnen doen, maar zeer zeker ik ook. En ik merkte wel, na dat gesprek was het ook gewoon was het over en uit. En daar had ik wel heel erg behoefte aan, ja. Ja. De Jong zal de laatste 8 competitieduels de taken van arts overnemen, met assistentie van Jan Bruin en Sander van der Heijden. En ik moet ook even voor Alfons opkomen. Alfons is hoofdtrainer geworden in een hele moeilijke periode. Het was het laatste stukje van Menzo. Daarvoor had het heel goed gedaan. Toen werd het wat minder, dus het werd wat negatiever. Alfons hoorde ook bij Stanley. Natuurlijk, logisch, assistent. Dus die jongen die nam het over. En 2 maanden later was de club eigenlijk failliet. En we hadden zo weinig spelers. Maar hij zeurde nooit. Hij was altijd hard aan het werk. Zeurde nooit over, we moeten die spelers of we moeten dat. We hebben wel eens gestaan met, toen hadden we eigenlijk geen 11 man meer. Toen hebben we gewoon met 2 geblesseerde spelers gespeeld. Zeurde hij ook nooit over. Dus eigenlijk was dat heel jammer dat dat gebeurde. En het veranderde wel iets. Leg de vinger maar op een zeer plek, ik weet het ook niet. En jij veranderde ook meteen iets door Leon en Nienhuis. Ja, nee, ik vind als er iets wordt veranderd, dan moet je ook iets veranderen als trainer. Op dat moment werd ik trainer. Net als Alfons nam het over van Stanley en nu nam hij het over van Stanley bij Lierse. En dan moet je iets veranderen. Nou, daar hebben we een paar dingetjes gedaan. Nou, en toevallig ging dat lopen. Henk die kwam bij mij en die zei van ik ga sowieso één wissel toepassen. Hij zei, dat is dat Dennis eruit gaat en jij erin komt. Nou, hij zei, er moet wat meer... een echte keeper in de goal staan, wat meer body. En hij vond dat ik dat meer had dan Dennis en daarom heeft hij die wissel gedaan. En vanaf dat moment denk ik dat het ook heel snel gegaan is. Ook met mezelf, maar ook met de club. Het is een hele andere trainer dan die we hadden natuurlijk. Onze oude trainer die lette overal op in de groep, zeg maar. En die kon ook wel eens hard uithalen, zeg maar, naar de jongens toe. En ja, Henk die... is misschien wat gevoeliger en die weet misschien wat beter hoe die met spelers om moet gaan, wat ze wel moeten zeggen tegen die jongens. En Henk die maakt er een hechte groep van en dat hadden we op dat moment nodig. En ik denk dat de sterkte van ons is geweest dat we kampioen zijn geworden, dat we het als team toen hebben opgepakt. Hij zegt Alfons arts was wat harder, waren de jongens die daar wat moeite mee hadden? Ja, vond ik wel, dat merkte je toch wel. Soms niet op een positieve manier naar iemand toe, zeg maar gewoon de harde hand hanteren. En, ja, sommige jongens die konden daar wel tegen en sommige jongens die raakten een beetje van de kaart en die wisten op duur niet meer wat ze moesten doen en dan ga je twijfelen en dan speel je niet meer hoe je zelf kan, zeg maar. Nou, ik denk dat ik een beetje een perfectionist ben. Ik wil alles onder controle hebben. Denk bij mij, moet alles van tevoren moet duidelijk zijn, goed geregeld zijn. En, misschien overdrijf ik daar wel eens wat in, ik weet het niet. Maar ik wil mezelf geen verwijten kunnen maken na afloop dat ik er niet alles aan gedaan heb. En, dus wat dat betreft ben ik nog wel heel perfectionistisch. Ja, ik heb daar nooit moeite mee gehad. Maar dat is denk ik, dat ligt een beetje aan je karakter. Ik heb met Gert-Jan van Beek gewerkt 3 jaar, heb ik top mee gewerkt, daar kon ik het hartstikke goed mee vinden. En die zei ook waar het op stond en als die boos was, was hij boos. En ik heb daar nooit zoveel moeite mee. Alleen er waren absoluut wel jongens die daar een beetje de bibbers van kregen, zeg maar. Het hoort er wel een beetje bij, vind ik, als trainer zijn. Dan moet je ook af en toe uit je slof kunnen schieten. En, ja, dat is niet persoonlijk bedoeld en dan moet je gewoon even overheen zetten en weer oppakken. Dus. Maar er waren absoluut jongens die daar moeite mee hadden. Ja. Ik zal direct met de deur naar huis vallen. De sportclub Veendam is failliet. Kort na het ontslag van arts gaat SC Veendam failliet. En ook nu worden de uitslagen van Veendam uit de stand geschrapt. Dit is de stand voor het faillissement van Veendam. En dit erna. Cambuur komt zo weer wat dichterbij de bovenste clubs. Tuurlijk, dat kan je niet ontkennen. Ik bedoel, het kwam ons niet slecht uit.
Ik geloof dat wij tegen die twee clubs best wel punten hadden laten liggen. Terwijl andere clubs daarvan hadden gewonnen en die werden bij hun in mindering gebracht. En ja, wij bleven op 1-2 punten, ik weet het niet meer precies, maar bleven wij op hetzelfde aantal. En ja, dus heb je daar voordeel van gehad. In Volendam balen ze van het besluit van de KNVB om SC Veendam uit de competitie te halen. Volendam moet een 4-0 zege inleveren. Cambuur verliest alleen een 1-1 gelijkspel. Wat ik altijd al beaamd heb, nog steeds, en dat blijf ik achterna zitten, en dat blijf je altijd in je achterhoofd zitten. Waarom haal een KNVB 6 wedstrijden voor het einde, een club waar je al langer weet dat het niet goed zit, dan zomaar uit competitie? Had dat ook ondersteund? Hè? Had die mensen gewoon financieel tegemoet gekomen? Desnoods had dat misschien 2 ton gekost voor de KNVB, maar dan had je wel een eerlijke competitie gehad. Doe dat niet, want dan krijg je zo'n scheve verhouding. En dat blijkt ook wel. Je hoort natuurlijk de verhalen ook van Volendam kant van competitievervalsing enzovoort enzovoort. Wat ik natuurlijk van hun kant ook wel kan begrijpen. Maar ja, wij hebben uiteindelijk volgens mij de laatste 8 wedstrijden gewonnen. En, dus dat gevoel bleef wel hangen in eerste instantie. Het gevoel dat we het wel zelf gedaan hadden. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het voor hun een vervelende bijsmaak heeft gehad. Op 28 maart gaat Cambuur op bezoek bij Almere City FC. Het is de eerste wedstrijd met Henk de Jong als hoofdverantwoordelijke op de bank. Nu Alfons Arts, tot verrassing van iedereen eigenlijk, aan de kant is gezet. Dit is de 12e minuut van de wedstrijd. De aanval van Cambuur is veelbelovend en de kans is groot voor Tigadouini. Maar hij krijgt de bal niet langs Gentenaar. En dan Almere City, dat nog niet één keer in de buurt van keeper Nienhuis is geweest. En als dat wel gebeurt, is het meteen raak. Jason Oost is de man die scoort in de 19e minuut. Dan opnieuw Almere City een paar minuten later. Tigadouini, oh, die mist de bal en die raakt wel Rashid Brown. Ja, het is nog in het strafschopgebied. En Tigadouini, de man van die eerste grote kans van Cambuur, krijgt geel. En er wordt ook een strafschop gegeven door scheidsrechter Jeroen Manschot. En het is Dissels die achter de bal staat, omdat in de vorige wedstrijd Oost en Meulens vanaf de stip hebben gemist. Toch werd er nog gewonnen van Telstar met 3-1. Dissels faalt niet. En zo Almere City 2-0 voor tegen Cambuur. Hier nog de kans voor Juri Rozen. Die bal is niet over de lijn geweest. Maar dan het vervolg. Nog altijd Bijker. Oebele Schokker die de bal opzij legt naar Erik Bakker, die al in de eerste helft inviel voor Tigadouini. En hij slaagt er dan wel in om de 2-1 te maken. En verder dan dat komt Cambuur niet. Maar ik moet wel zeggen dat ik die wedstrijd al wel ervaarde dat we volle bak gingen. En we hebben wel die wedstrijd gevoetbald om te winnen en ook met het mes op de keel. En in die wedstrijd is misschien wel een basis gelegd voor de overige wedstrijden, want ik vond dat we die wedstrijd goed gevoetbald hebben en echt om te winnen. En misschien zelfs wel iets te veel, want we liepen echt met 11 man naar voren om de goal te maken. Ja. Nou, dat kostte ons op dat moment even de kop. We hebben de gelederen gesloten gehouden, we hebben gezegd, we hebben hiervoor gekozen. We gaan hier volle bak mee door. Een andere wind ging er waaien, iets anders. En dat is het ongrijpbare in de voetballerij. Zoals Gerard van der Belt dan ook steeds zegt van ja, ik ga me niet opberoepen dat wij nu de goede keuze hebben gemaakt. Dat valt zo lastig in te schatten. Maar soms heb je een klein schok-effect en Henk was daar heel goed in. Kijk, de eerste wedstrijd trainer was, dat was uit Almere. En toen kwamen we 2-0 achter. En toen heb ik Adnan Tigadouini hebben we gewisseld na 25 minuten. En in de rust hebben we eigenlijk onze aanvoerder gewisseld, Juri Rozen. En dat is eigenlijk een truc geweest achteraf. En op het moment zei we ook, ja, eruit.
belangrijkste speler, aanvoerder, echt een voorbeeld en die haalden we eruit. Ik heb hem later ook verteld, voordat we kampioen werden hoor. Ik heb hem ook gezegd, Joer, daarom heb ik het gedaan. Het was even een smerigheidje, hè, maar wel met het doel om alles in de juiste richting te krijgen. Hè. Dus je haalt ten eerste een goede aanval eruit, de tweede je belangrijkste speler. Om even aan te geven aan iedereen, oké, kom maar, moet even wat veranderen. Ja, hij heeft fantastisch, heeft hij zelf geweldig opgepakt. En ik zou Joeri zou ik graag ook aan de technische, kijk, we kunnen niet meer mensen hebben. Maar ik zou Joeri graag aan de technische staf toevoegen. Want Joeri is ook weer een jongen die ten eerste een fantastisch voetbalidee heeft. Net als mijn andere jongens die in de staf zitten. Ja, maar die ook iets onverzettelijks brengt. Hij zou hier precies passen. Dit is Bob Beslag met de sport van Manje 15 april. Want de kampioenskoorts bij Cambuur neemt behoorlijk ta. Juster waart er met 2-1 woen van de Graafschap en de Ljouwerters bleven 30 maidwan om de titel. Honderden Cambuur-supporters steen sjongend en met vuurwerk voor het Cambuurstadion. De 2-1 overwinning op de Graafschap werd viert als wie het kampioenskip al binnen. Op 14 april is de Graafschap in Doetinchem de tegenstander. Cambuur is onder Henk de Jong plotseling in de winning mood, want de drie wedstrijden hiervoor, tegen Go Ahead Eagles, FC Os en FC Dordrecht, zijn alle winnend afgesloten met een scorende Martijn Bartow in de spits. Iguini en daar is Bartow en die schiet de 1-0 binnen. 21ste minuut, Martijn Bartow. Het is zijn zesde van het seizoen en nu al voor het derde duel op rij, trefzeker. Goeie goal, echt een spitse goal. En Cambuur op voorsprong. Voor mij was het weer een nieuwe kans die ik kon grijpen. Ik bedoel, die trainer had naar mijn idee weinig vertrouwen in mij. Dat kan, dat mag. Hij werd ontslagen, dus dat is voor mij wel een moment dat ik denk van oké, nog maar een keer laten zien wat ik kan. En nog maar een keer laten zien dat ik wel in die basis thuis hoor. En kijken of je die basisplek kan veroveren en of je wedstrijden kan gaan winnen. Zo af en toe een uitbraak van Cambuur hier met Bartow. Bartow moet 2-0 maken, maar doet dat niet. Grote kans zeg voor Martijn Bartow. De Graafschap dat gevaarlijker en gevaarlijker wordt. Voorzet van invaller te Veluwe. En dan komt die bal bij Parsicek, ook een invaller. En dan is het wel raak. 1-1 in de 76ste minuut. Toen zaten we bij elkaar als bestuur. En toen zei ik nog tegen mijn collega Art de Graaf. Ik zei, Art, niet getreurd. Als wij echt kampioen willen worden, dan heb je in een seizoen wedstrijden nodig waar je over 10 jaar nog over praat. Van weet je nog dat en dat moment. En ik zeg, als wij kampioen willen worden, dan moeten we nu nog die 1-2 maken. Dat hoort bij zo'n seizoen. En dan de vrijheid van Martijn Bartow. Wordt dit aan de beslissing? Jawel, Martijn Bartow. No bloed, hij wil cool. En hij zet Cambuur op een 2-1 vastsprong. Jeder in de wedstrijd mist hij dus een grote kans. Maar nu scoort hij de bal keurig onder Joost Terrel toch. Die overwinning was eigenlijk wel ja, cruciaal, heel erg lekker, noem het zoals je het wil. Maar in ieder geval heel belangrijk. De supporters die mee waren, die denk ik dat ook nog wel allemaal kunnen herinneren. Maar wij als spelers ook. Dat was wel echt het moment waarop het de weg naar het kampioenschap begon. Ah, en wat er toen gebeurde ja, op de tribunes, maar ook bij de groep en in het vak, het uitvak en zo. Ik voelde in één keer die flow, dat voelde je, er staat iets bijzonders aan te komen, zeg maar. Het is echt een heel mooi moment. Toen begonnen we te winnen. En toen voel je, het maakt niks meer uit of we uit of thuis spelen. Of we tegen Ajax moeten spelen, hadden we ook gewonnen. Dus dat voel je op een gegeven moment. Van der Laan. Bartow, Van der Laan loopt door en zorgt hij voor feest. Jawel, goal! 1-0 voor Cambuur. En... een hele mooie. Tighadouini opent de tweede helft zoals denk ik de Jong wenste.
Daar verrast hij een man of 2-3 door zelf te gaan. Iedereen verwacht daar een kaats. Kijk, ze lopen mee. Met Erik Bakker. Maar nee, hij doet het zelf. En zo is het 2-0. Ja, toen kwamen we in de flow. Toen kwamen we in de flow. Ik denk dat er een hoop spelers daarin zaten. En ik ook inderdaad, wat je zegt, als je elke wedstrijd scoort, dan ga je op een gegeven moment de wedstrijden in van mijn moment komt nog. Tigadouinho, oh, wat een mooie Ronaldinho. Ronaldinho in Leeuwarden. Barto maakt hem. Voor de statistiek. Ja, en als dat dan ook telkens gebeurt, dan is dat heerlijk. En als dat dan ook nog 3 punten oplevert, dan is het helemaal feest. Dijkstra. Loop maar door, jongen. Dijkstra dus. En 4. Dijkstra, het is Diemers natuurlijk, pardon. Cambuur wint met 4-0 van Emmen, dat wel degelijk zijn sportieve plicht deed. En volgende week vrijdagavond weten we wie er kampioen is geworden in de Jupiler League in de competitie 2012-2013. Cambuur heeft onder leiding van Henk de Jong een ongekende serie neergezet. Met de 4-0 zege op FC Emmen erbij wist Cambuur 6 keer op rij te winnen met de alleszeggende doelcijfers 18 voor en 3 tegen. Hij drukte meteen zijn stempel erop en benadrukte dat er iets te halen viel nog. Hij zei toen, legendarische opmerking, we hebben goud in handen. En dat kan je ook bespelen. En, ja, dat probeer ik te bespelen. Alleen je moet wel van wedstrijd tot wedstrijd kijken. Hè. Je wilt wel verder kijken. Dat moeten we nu ook niet doen op dit moment. Hè. De eerstvolgende wedstrijd is het belangrijkste. Maar dat is wel lastig als je iets ruikt wat eraan zit te komen. Maar we hebben denk ik goed gemanaged. En daar krijg je ook altijd hulp in van René Velen, teamontwikkelaar. En René die geeft vooral ook tips in besprekingen en dat soort dingen. Hè. Hoe kan je dat het beste managen allemaal? Nou, daar heb ik wel veel aan gehad op dat moment. Hè. Ik kan zelf heel goed met mensen omgaan, maar je krijgt tips die zijn zo waardevol. Ach, en dan waren er heel veel mensen die zoiets hadden van dat is typisch Henk de Jong, altijd positief. Maar ik bedoel, als je dat allemaal terugkijkt naar wat er dan gebeurd is. En als je dat soort dingen dan ziet, dat was echt van grote invloed hoor. Hij heeft echt de hele sfeer veranderd hier. Met nog 1 speelronde te gaan zijn er nog 2 ploegen die de titel binnen kunnen halen. Volendam en daar hadden weinigen in maart nog rekening mee gehouden, Cambuur. Volendam heeft de beste papieren met 2 punten voorsprong op de ploeg uit Leeuwarden. Volendam gaat op de laatste speeldag op bezoek bij Go Ahead Eagles. Cambuur speelt dan uit tegen Excelsior. Een paar dagen voor de wedstrijd tegen Excelsior kwam Henk de Jong op het idee om met die spelers te gaan scootjes zielen. Op van die Friese zeilboten. Dat zijn gewoon dingen die komen in mijn kop op. Dan bedenk ik gekke dingen en ja, dan denk ik, als we dat nog gaan doen, dan halen we al die druk van die wedstrijd af. We doen even leuke dingen. Levensgevaarlijk zou je zeggen. Je kunt ziek worden, je kunt geblesseerd raken. Maar nee, hij zei, lekker even wat anders doen, met z'n allen. Wij proberen alles anders dan anders te denken. En dat is de kracht van Cambuur. Nou, en zo zijn we eigenlijk met allerlei dingen bezig. Dus ook met scootjesielen, of een keer een dag vrijgeven. Of een keer iets anders wat ook nooit iemand doet. Je moet altijd sommige dingen doorbreken of anders denken. Dat is mijn idee. Cambuur werkt op een ontspannen manier toe naar de apotheose van het seizoen 2012-2013. En we concentreren dus eigenlijk alleen maar op dit moment kennen wij het op mijn allerbeste gevoel de nijcompetitie. Dus dat betekent dat is winnenmast. Nou, als winnenmast, dan kerst ik zeggen, oké, wat gebeurt er zo op het veld? Maar we moeten zelf dat gevoel vasthouden, dat onverslaanbare gevoel. Maar dat hebben we zelf in de hoorn. De rest hebben we net zelf in de hoorn. We hebben lekker getraind. En we zijn daarheen gegaan, we hebben gegeten, rustig. De normale dingen zoals, want we hadden al een mooie route ernaartoe met al die uitwedstrijden. Dus we hebben gewoon vastgehouden. We zijn ook niet eerder weggegaan. Wel dat we op tijd waren. Ja, want dat is wel heel belangrijk. Maar, en dan zijn we gaan spelen, we zijn gewoon losgegaan. Maar ik wist wel van tevoren, het kan wel een historisch avondje worden. Ja. We zaten in die flow, dus waar je normaal heel veel druk zou moeten hebben en heel veel spanning op zo'n wedstrijd staat. Zo beleefde ik dat eigenlijk veel minder. Volendam moest op dat moment en wij konden of mochten alleen nog. Ik lees stukken, ik zie ook dingetjes wat voorbij komen en dan, ja, hun hoeven niet, zeggen ze, hè, want ze zijn zomaar uit het niets in deze situatie terechtgekomen. Ze proberen daar ook de druk eraf te halen, maar uiteindelijk legt hij er wel. Voordat wij naar Dingers gingen, naar de Eagles, was alles al in de opbouw, zeg maar, op de dijk. Bij de BP, waar ik altijd ga tanken, die zei ik van nou, tot vanavond op de dijk trainen.
We hebben een mooi feest. Maar toen heb ik ook nog, we moeten nog wel spelen. Hè? Ik moet eerlijk zeggen, ik had er ook weinig geloof in vooraf. Ik sprak vooraf met de broer van Henk de Jong, René. Ja, hij zegt, ik denk dat we het gaan redden. Nou, ik zeg, ik denk niet dat Cambuur het gaat redden. Dan moet alles wel zo op zijn plek vallen. Vrijdag 3 mei is het dan zover. In dit stadion van Excelsior kan Cambuur voor het eerst sinds 1992 kampioen worden van de eerste divisie. Maar dan moet er sowieso gewonnen worden van de Rotterdammers. Het was voor het eerst mooi weer in het voorjaar en we hadden zoiets van, nou, we hebben zoveel ellende gehad bij Cambuur, we gaan er eens even een mooie dag van maken. Met onder het motto van, als we het niet redden, dan hebben we in ieder geval een leuke dag gehad. Dus we zijn heel vroeg weggegaan naar Rotterdam. Hoe is het? Goed, hè? Goed. Goed. Ja. Span? Nou, gezonde spanning. Dus, mooi weer, lekker knallen en dan zien we het wel, Jan Vincent. Ja, wij hebben natuurlijk heel veel vertrouwen in onszelf voor de wedstrijd hier. Excelsior had het op dat moment niet een fantastisch jaar, die stond ergens onderin. En ja, wij hadden 6-7 wedstrijden op rij gewonnen, dus wij gingen hierheen met het gevoel van wij gaan deze wedstrijd winnen. En we wisten natuurlijk dat Volendam naar Eagles moest. En, ja, wij hebben daar zelf ook een hele moeilijke wedstrijd gespeeld. En, ja, we wisten ook dat zij daar nog niet zo 1, 2, 3 zouden winnen. Dus het vertrouwen was er wel. Alhoewel je wel natuurlijk afhankelijk bent van dan wat aan een punt genoeg. Dus de kans dat we het zouden redden was natuurlijk niet heel erg groot. Maar uiteindelijk gingen we hier wel met een goed gevoel heen. Ja. Dan begint die wedstrijd. Ja, ik moet zeggen, echt goed herinneringen kan ik me niet eens meer. Want het was zo'n... Ja, een apotheose die ze weer gaan niet kent, denk ik. Ik denk dat de eerste divisie zelden zo beslist is als deze wedstrijd. We starten hartstikke goed. Alleen de ambiance die er hing bij Go Ahead, dat was net het moment dat het leek wel of hun kampioen konden worden. Volle stadion, alle acties, sfeeracties. Maar daar gingen we goed mee om, want we kwamen ook met 1-0 voor. Marengo dus. Marengo Tuip kan niet koppen en hij wel. Goal! Het is 0-1 door Kuwas. 13 minuten gespeeld en weer het roemruchte Volendamse duo Marengo en Kuwas. Bakens. Naar vertrek Bakker. Bakens heeft het gezien. Prachtige bal. Bakker naar zijn linker. En de goal voor Cambuur. In de 30ste minuut komt Cambuur Leeuwarden op 0-1 op bezoek bij Excelsior. Na een prachtige bal van Bakens. Schitterend afgerond ook door Bakker. Kolder. Raak. Nee. Ja, nu wel. 1-1. Kolder. Mitjidjan. En daar Kolder, goal! Het is 2-1. Het gejuich komt uit het vak van de Cambuur supporters. Want Go Ahead Eagles is op een 2-1 voorsprong gekomen. Zit er dan een sensationele ontknoping in de Super League dit seizoen? Er waren zoveel supporters mee. En die 1-0 van... Van Volendam die hebben we niet meegekregen dan, maar gewoon de goals van Go Ahead Eagles die maak je wel mee in zo'n wedstrijd. Hè. Ja, op een gegeven moment begonnen Excelsior supporters wat te zingen, helemaal niks in Leeuwarden. Dus toen dachten we, nou, dan zal er daar wel iets gebeurd zijn. De Volendam zou wel op 1-0 voorkomen. Maar ja, op een gegeven moment werden die Cambuur supporters weer gek. Dus op een gegeven moment wist je van oké, in Volendam is ook gebeurd, want we hadden een ingooi. En ik denk, nou, daar juichen ze vast niet omdat wij een ingooi hebben. Rijtraf van Youssef El Achtioui. En de kans voor Manu en wel een cruciale redding van Nienhuis. Hij is zesde, kom op! Bartel is er langs bij Fischer. Nou, nu moeten ze toch gaan beslissen. Bartel, Hemme is ook mee. Hemme blijft achter de bal. En dit is de goal. Nee, buitenspel. Buitenspel van Bartel. De vlag is direct omhoog. En zo blijft het maar spannend.
Antonia kan en Koster mist. Nou, einde Volendam. Daar ga je. 3-1. En zo verstiert Go Ahead Eagles op volkomen legale manier overigens het feestje van Hans de Koning. En in Friesland en op Woudestein zal er luid gejuich zijn. Ook op een kwartier van het einde van de competitie nog altijd geen duidelijkheid. Alles is nu al een heel groot voordeel voor Cambuur. Daar is Manu, die gaat er als een bezetene in tegen Nienhuis. En Manu gaat eraf met rood. Ja, ik sprong de lucht in om die bal te pakken en hij met een onnozele trap ging hij ook de lucht in met zijn voeten naar voren. En, ja, raakte hij mij vol op mijn schouder. Sneu einde natuurlijk van deze avond. Dus te hopen dat het met de pijn uiteindelijk meevalt en met de schade bovendien. Natuurlijk, je wil door in zo'n wedstrijd. Alleen ja, als je dan op dat moment 90% bent en je krijgt wel een goal tegen of wat dan ook, dan denk je bij jezelf, had ik dat nou maar niet gedaan. En toen heb ik gewoon voor het team gezegd van, nou jongens, ik doe het niet op 90%, ik ga eruit. En toen kwam Dennis er nog in. En, ja, die pakte nog een bal volgens mij. Ja, zo gaat het ieder jaar natuurlijk, maar het blijft weergeloos om naar te kijken. Die spanning bij de mensen, bij de supporters. Ze geloven dat echt pas als het allemaal voorbij is, als er straks voor het laatste gefloten is in de Adelaarshorst en hier op Woudestein. En dat duurt niet lang meer. Tigadouini, 3-2 als die tempo maakt. Bakker is mee. Tigadouini gaat het helemaal zelf doen. Tigadouini en dat is de 2-0 dan uiteindelijk voor Cambuur. En de goal die de promotie wel aan zeker maakt. Adnane Tigadouini maakte hier in ieder geval vlak voor tijd en alle onzekerheid een einde. Met de tweede Friese goal. En met de ontwikkelingen in Deventer is dit toch de beslissing in de competitie. Wat een scenario voor Cambuur Leeuwarden. Ja, die tweede goal die hebben we volgens mij hier met z'n allen in het hek gestaan. Dus toen kon het beginnen, het feest. Ja. Ja, en dan is het laatste fluitsignaal. Ja. Wat komt er dan bij jullie los? Ja, dat is, hoe moet ik het zeggen? Ja. Euforie. Ja. Het is gewoon een gevoel van dat je er een jaar voor gevochten hebt. En eigenlijk pas anderhalve maand echt in geloofd hebt. Ja, uiteindelijk red je het en het was gewoon top voor de mensen van de club die eigenlijk al heel lang op een succesje aan het wachten waren. En voor ons was het natuurlijk ook heel erg leuk. Dan is het eindsignaal van Dennis Higler daar en is Cambuur Leeuwarden toch nog kampioen geworden van de Jupiler League. Na een geweldige voetbalavond waar de hulp kwam uit Deventer en waar het vakkundig en professioneel wordt afgemaakt in Woudestein. De goals van Bakker en Tigadouini. Natuurlijk was er de hoop. Natuurlijk werd het uitgesproken dat het kan. Het geloof was er. En uiteindelijk wordt die hoop, wordt het geloof, realiteit. Een pakt Cambuur Leeuwarden dus het kampioenschap op de allerlaatste speeldag. Geen moment bovenaan gestaan, de hele competitie niet. Maar op het moment dat het moet, dat het noodzakelijk is, gebeurt het voor de ploeg van Henk de Jong. En dan ga je wel beseffen, goh, dat hebben we gedaan. Dan moet je even alleen gaan staan of even alleen gaan zitten. Even overkijken de boel. Dan denk je, ja, mooi, hoor ik ook bij. Hè? Hoor ik ook bij, we doen het met z'n allen. Maar ik hoor er ook, gelukkig maak ik dit mee. Nou, en dan weet ik wel dat we historie hebben geschreven hier in Leeuwarden, hoor. Want dat zijn Leeuwarders, ze zijn heel kritisch. Maar dat is ook de humor hier. Daar kan niet iedere trainer mee omgaan, dat zal ik je nu wel vertellen. Maar dat is ook humor. Maar ze zijn ook zo, van de ene kant, gewoon lief. En gewoon dankbaar. Ja, dat is. Toen wist ik wel, dit is wat we nu mee gaan maken, dat maak je misschien wel nooit weer mee. Daar gaat hij. Een prachtig moment voor Cambuur na 13 jaar terug op het hoogste niveau in Nederland. Kampioen van de Jupiler League 2012-2013. En een geweldig feest ongetwijfeld de komende dagen in Leeuwarden. Dat was je laatste wedstrijd en dan krijg je nog de replica van de schaal uitgereikt. Klopt. Is dat dan toch zoiets van nou, stop op je hoogtepunt? Nou ja, uiteindelijk wel een van mijn hoogtepunten geweest in mijn carrière. Dus dat is. Ik heb ook wel mijn momentje gepakt. Normaal ben ik niet zo van ik pak die schaal en ik ga er even mee staan. Maar nu wist ik dat het
mijn laatste wedstrijd was. En dan ja, denk je toch, ik pak nu ook gewoon een momentje eventjes, want het gaat er niet nog een keer van komen in ieder geval. De zaal die is van ons, is van ons. De zaal die is van ons. Een mooi gebaar was op het moment dat ik thuis kwam, dat de spelers belden vanuit de spelersbus. Die onderweg waren van Rotterdam naar Leeuwarden toe. En duidelijk maakte van de trainer, deze is voor u. En ik moet zeggen dat me dat wel ontzettend goed deed. Ik geloof dat wij 3 uur 's nachts terug waren en ja, is het altijd even afwachten wie de moeite neemt om het kampioensfeest nog te vieren. Maar ik geloof dat er niemand op bed is gegaan bij de supporters. Het stond hier helemaal vol en vuurwerk en zingen en feesten en alles erop en eraan. Dus veel mooier kon het niet. Dat was ook weer iets onvergetelijks. Ja, er stonden 15.000 man volgens mij. En ja, onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Het laat wel weer zien dat Cambuur gewoon echt een fantastische club is. En een fantastische aanhang heeft. En ja, dat kon je toen ook zien. Er waren 15.000 man en ja, daar konden wij alleen maar van genieten. Hoe vaak word jij er nog op aangesproken, op dat kampioenschap? Oh, ik heb dat gisteren ook op tv verteld. En je wordt door mensen aangeschoten, dus, die zeggen echt leuke dingen tegen je. Waar ik gewoon verlegen van word, waar ik denk, oh, wat is dit? En, maar dat is gewoon dankbaarheid van de mensen hier. En ja, dat went nooit. He, dat went nooit wat mensen tegen je zeggen. En ik moet zeggen, overal waar ik kom hoor, dus ook bij de concurrent Heerenveen, hè, is nooit iemand die raad tegen mij doet. Dus die waren heel veel spot ook van de harde kern. Zei Henk, we zijn helemaal niet voor jullie, maar we vinden het ook wel weer mooi. Hè, we hebben de derby terug en klaar, laat maar komen. We zijn niet voor Cambuur en dat zal ook nooit zo worden, maar dat moet ook zo. Het moet ook verschil blijven, maar we vinden het toch wel weer mooi. En, maar ik krijg nooit verkeerde opmerkingen, maar hier in Leeuwarden, dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Ik kijk nog wel eens een wedstrijdje daar en ik heb nog contact met die jongens natuurlijk. En ja, omdat Cambuur nu ook gewoon fantastisch draait, word je er regelmatig aan herinnerd van hey, jullie gaan goed, hè? Het is nog steeds, wordt het gezien als mijn team eigenlijk. Ja. Terwijl ik toch al ruim een jaar gestopt ben en dat voelt ook nog steeds zo. Dus ja. Oh, kampioenen! Bakker naar zijn linker en de goal voor Cambuur. In de 30ste minuut. Tigadouini en dat is de 2-0 dan uiteindelijk voor Cambuur. En de goal die de promotie wel aan zeker maakt. Een scenario voor Cambuur Leeuwarden. Ja, absoluut. Ik heb. Nu we komen met ballen. Mooi, ja.
gemist? Ga naar foxsports.nl/doc.